Ik sta hier in een heel bijzonder huis. Het Spiegelhuis noemen ze het wel. Het is een monument. Mm-hmm. Ja. Erik, waarom heb jij hiervoor gekozen destijds? Ja, ik kwam binnen en ik was patsboom helemaal verliefd. Direct vanaf het moment dat ik hier de spiegelkamer binnenkwam, toen dacht ik van wauw, wat ontzettend gaaf. Ja, want het is een heel bijzonder huis. Kan je een klein beetje over de historie van het huis vertellen? Ja, het is een heel oud huis. Het is een huis uit 1883. En in 1904 is dit hele interieur erin geplaatst door Van Barneveld. Dat was een snoephandelaar. Hij kocht snoep in. En zijn vrouw verkocht het hier in de winkel. Kees Witsenburg, dat is de voorzitter van Stichting Stadsherstel, die al enkele jaren geleden is overleden. Die heeft dit huis toen aangekocht in 87. En die zei van, ja, weet je, waarschijnlijk is dit interieur geënt of geïnspireerd op het Hirsch in Amsterdam. Ja, want het huis bevat maar liefst 103 spiegels. Ja, en, klopt. En hoe ervaar je dat als je daarin rondloopt? Nou ja, weet je, het valt eigenlijk niet eens zo heel erg op, hoor. Heel veel mensen denken van, je zit jezelf de hele tijd. Nou, dat is niet, nee. En je went er ook aan. Dus het valt heel erg mee. Ja. Ja, en je woont hier samen met nog iemand. En ja, hoe is het om dan hier samen te wonen? We hebben het huis gewoon de hele tijd al onder handen gehad en gemoderniseerd. We hebben van vloerverwarming tot zonnepanelen. Maar wel met stijlbehoud. Dus we willen heel graag de charme van het oude huis bewaren. Ja, want als je naar boven kijkt, dan zie je ook een heel bijzonder plafond. Wat kan je daarover zeggen? Ja, het is een cassetteplafond. En dit plafond is gerestaureerd door leerlingen van de MTS. En die hebben hier 7.000 uur over gedaan. En die hebben ook liggend geschabloneerd. Dus dat zijn dan weer de leerlingen geweest van de SPOS, de schildervakschool. En die hebben dus dit hele huis 5 jaar lang samen met Stichting Stadsherstel onder handen genomen. En die hebben dus een soort restauratieproject uitgevoerd. En dat is natuurlijk wel fantastisch, dat je leerlingen het vak laat leren in zo'n prachtig huis. En dan gewoon heel mooi rustig het vak onder de knie krijgt. Ja. Erik, mag ik je vragen, heb je misschien nog een tip of een wens naar de toekomstige bewoners? Ze ook zorgen dat het huis in een mooie positieve belangstelling blijft staan. Want dit is heel bijzonder voor Almelo en zelfs ook voor Nederland. Er was laatst iemand van de monumentenwacht en die zei van, dit heb ik nog nooit gezien. En dit is wel echt heel erg bijzonder. En daar mogen we ook trots op zijn in Almelo.